Oké. Welkom in 2016. Eind 2015, december, zat ik ergens in een auto, werd gebeld door André van nieuwjaarsbijeenkomst van het PVIB. En we zoeken eigenlijk iemand die iets over het verleden kan vertellen. Oké, kan ik op zich wel. Waarschijnlijk een van mijn collega's ook wel. Dus ik heb gezegd van ja, doen we. Toen kwam er een verhuizing tussendoor, toen kwam er een bronchitis tussendoor en halverwege januari werd ik gebeld van, heb je al een verhaal? Toen dacht ik van, oh jee, ja shit. Dus ik heb het een persoonlijk tintje gegeven. Ik wil iets luchtigs gaan vertellen over het verleden. En toen ik hier vanmiddag aankwam, heb ik al een hele hoop verhalen eigenlijk gehoord die nu ook weer naar voren komen. Ik heb iets gehoord over vaksen, ik heb iets gehoord over PDP-11's. Dit ben ik. Nog steeds Principal Security Consultant bij Madison Gurka, een bedrijf wat ik heb opgericht in 2000 samen met twee anderen. Als je wil weten waar Madison Gurka voor staat, hebben we het later wel over bij de borrel of zo. Meer dan 30 jaar ervaring in IT-beveiliging. En er werd mij dus iets gevraagd over, vertel iets over het verleden. Vertel iets over die hacks uit het verleden. Vertel iets over die virusaanval uit het verleden. Nou, de enige manier, of de enige reden waarom je naar het verleden wil kijken, is eigenlijk om er echt van te kunnen leren. Helaas. Mensen leren niet van het verleden. Dus waarom zou iemand in godsvredesnaam historie gaan? Hebben we geen koning die volgens mij historie heeft gestudeerd, geschiedenis? Kent iemand dit nog? En dit? Wie herkent dit? Nou? Ja. En zo lang duurde het. Dit is nog steeds opbouw van een verbinding, jongens. Nee. Wie herkent dit? Dit is een... Nee. Het geluid. Dit is geen tinnitus, dat hoor ik continu in mijn oor, maar... Dit was een 300 bps modem. En ik heb het geluk gehad, en dat meen ik werkelijk... dat toen ik op de HAVO zat, ik in het vierde en vijfde jaar facultatief informatica kon studeren. Nou ja, dat hoor je waarschijnlijk wel aan mijn accent. Ik kom uit Eindhoven. En het Joris College, daar stond een bak van een modem. Daar lag een telefoonnummer bij. En ik kon inbellen naar dat systeem. En dat is een Philips systeem, een P2000 systeem. Nou, daar konden wij Algol 60 op gaan programmeren. En Basic. Gelukkig ben ik begonnen met Algol 60. Maar Basic heb ik ook moeten leren, omdat ik ook nog een AMBI I1 examen kon doen in de vijfde klas HAVO. Herkent iemand nog toch? AMBI I1? Goh, jeetje. Dus dit was leuk, alleen die terminal, dat was inderdaad een vreselijk ding. Dat ding heet een teletype. En elke keer als je op een toets ramde, dan sprong er een cilindertje naar boven en werd er een hamer tegen aangeslagen. Het leuke daarvan was, en dat was denk ik een van mijn eerste hacks, je kon dat ding ook van links naar rechts laten bewegen. En als je dat snel genoeg deed en je liet er die hamer een tik geven, begon dat ding te wankelen. En uiteindelijk begon hij te bewegen. Dus toen had je een walking terminal in dit geval. Nou, dat was een van mijn eerste hacks. Vonden ze het niet leuk. Dit is iets anders. Daar konden we ook mee communiceren. En dit is een ander toontje. Duurt iets minder lang. Kijk. Dit is een 1200 bps modem. Dit was het mainframe. Wat op diezelfde TU Eindhoven stond. En daar, ja, konden we ook gebruik van maken. Nou, het is alweer genoeg. Kom.
juist. Goed getimed dit keer. Konden we ook gebruik van maken, alleen normale studenten mochten dat eigenlijk niet. Nou had ik een redelijke reputatie opgebouwd in het kunnen coderen en decoderen en ook vooral debuggen van Algol 60 programma's. Er waren een aantal studenten van het HIO, dat was de hogere informatica opleiding in Eindhoven, dat was een van de weinigen. Den Haag had er geloof ik ook een en er was er nog een in Enschede geloof ik, op dat moment. Een aantal van die studenten waren ook bij ons op school om programma's te ontwikkelen, een stage te lopen. En via hen kon ik uiteindelijk ook gebruik maken van dit systeem. Nou, dat was natuurlijk veel krachtiger, want dit was een mainframe. Dus dat had een redelijke aantrekkingskracht op me. Het leuke daarvan was ook... Tadaa! Een computerspel. Dit is een van de weinige computergames die ik ooit heb gespeeld. Echt waar. Ik ook, in source code. Die had ik op dat moment heb ik die uiteindelijk ook te pakken kunnen krijgen. En zo hier en daar gemodificeerd, zodat het spel nog veel en veel leuker werd. Maar het nadeel daarvan was dat de operators van het rekencentrum van de TU Eindhoven het absoluut niet leuk vonden dat mensen dat computerspelletje aan het spelen waren. Want het nam nogal wat resources in beslag van dat systeem. Dus het werd ook regelmatig op het moment dat je op het rekencentrum aanwezig was in een van de terminal rooms. Dan werd er regelmatig, kwam er een operator binnengestormd en dan moest je echt waken dat je wegkwam. Want dan hadden ze ontdekt dat Star Trek weer een keer gespeeld werd. Alternatief daarvan was trouwens Dungeons & Dragons. Wat ook een heel erg interessant en heel erg leuk ASCII-based computerspelletje is. Nou, dat zijn... Nee, trouwens, dat is niet helemaal waar. Ik lieg. Pong heb ik ook nog gespeeld. En dat is nog steeds het beste computerspel aller tijden, vind ik. De hack die hierbij hoort was... computertijd is duur. En zeker op een mainframe. Ja, en dit spelletje speel je interactief. Dus dat betekent dat er een hele hoop computertijd, een hele hoop resources door mij verstookt werden op het moment dat ik dat spel aan het spelen was. Je had een beperkt aantal, een beperkte hoeveelheid geld ter beschikking op een account. En als dat op was, dan kon je niet meer inloggen. Het leuke daarvan was dat als je een account kreeg, en dat wist niet iedereen, maar een beetje de manuals doorlezen, dan kom je er vanzelf achter. Dat account kon je splitsen in subaccount. En die accounts die kon je negatief spelen. Je werd dus niet afgesloten. Dus je kon inloggen met zeg 1 cent. Kon je inloggen, daarna gaan spelen. En ik weet niet hoeveel gulden op dat moment ik verspeeld heb, maar... Ja, daarna kon ik het account niet meer gebruiken, maar ik had meerdere accounts, dus ik kon het spel blijven spelen. Nog een hack. Helemaal niets ergs, vind ik in elk geval, maar... daarna ging ik studeren, HIO, en toen moest ik weer terug naar dit. Ja. P800, ook weer een Philips computer. En daar heb ik niet zo heel veel op gedaan. Disk Operating Monitor, dat was het besturingssysteem, heb ik een beetje gemodificeerd, zo nu en dat. Dat was trouwens, op papertape moest je dat laden. En dat duurde weer tijden en ook daar waren weer operators bij die het allemaal niet leuk vonden wat je deed. Dus daar heb ik niet al te veel aan gedaan. En toen kwam dit. Herkent iemand dit? Het is een film waarin... Iemand, een jongetje. Dan kan ik hem laten zien, inderdaad. Dit is Wargames. Waarin iemand dus inderdaad inbelt met een modem. Tegen een computer, spelletjes begint te spelen. Het nadeel is alleen dat een van die spelletjes een simulatie is van een wargame. En die computer is zodanig aangesloten aan het netwerk dat hij niet alleen maar... kan simuleren, maar je kan de raketten ook afvuren. En dat lijkt me een slecht idee, maar het was wel een onderdeel van deze film.
ja, dat ja, maakte toch wel iets los in mij, zeg maar. Dat vond ik toch wel heel erg interessant. Die P800 werd ondertussen vervangen door Prime Computers. Kent iemand ze nog? Met Prime OS. Dat is zo ongeveer het meest lekker operating system dat ik ooit heb gezien. Elke twee weken hadden we ondertussen wel een bug gevonden waarmee we weer administrator rechten konden krijgen. En volgens mij was het meest leuke verhaal nog steeds dat we... Wij waren trouwens, dat zijn we nog steeds, ethische hackers. Hè? Dus elke keer als wij een bug vonden, dan vertelden we dat aan de operators. Die gaven het weer door aan Prime. Prime kwam weer met een fix. En het leukste was, 2 dagen nadat de fix werd geïnstalleerd op een van de door ontdekte problemen, vonden wij in de fix een nieuw probleem, waardoor we weer administratorrechten kregen. Nadeel trouwens van dit systeem was ook dat dit nog steeds alleen maar gebruik kon maakt line editor. En een paar andere hackers hebben hier uiteindelijk een screen-oriented editor voor geschreven. En die is uiteindelijk ook naar Prime toegegaan en volgens mij hebben ze hem uiteindelijk ook gebruikt zelfs. Oké, 1984. Dit is? Hoeveel? 9600 bps, ja. Ik mocht gaan werken op een PDP-11 bij een bedrijf genaamd Positronica. We ontwikkelden hard- en software voor de nucleaire meetindustrie. En dat deden we onder andere met PDP-11's. Niet met RT-11, ook niet met RSX. SharePlus, dat was een veel beter besturingssysteem waarmee je die computer, wat een minicomputer was, toch kon delen over meerdere personen. En was een stuk sneller dan RSX 11. Ja, had zelfs een aantal real-time functionaliteiten. De hack die hierbij hoort, was dat we, naast dat we software ontwikkelden voor deze systemen, ontwikkelden we op deze systemen ook software voor ja, eigenlijk microprocessorsysteempjes. Onder andere een dosimeter. En een dosimeter is een apparaatje wat je bij je draagt om stralingsniveau te meten. Ja, dat was erg modern op dat moment. Die dingen programmeerde je in een EEPROM. En we hadden een EEPROM-programmer voor PDP. Alleen, dat ding was geschikt voor, volgens mij, alles onder de 8 kilobits. Want daar hebben we het over, dat was het totale geheugen waar je programma in moest passen. 8 kilobits. En er waren net nieuwe EEPROM's uit. Er waren 16 kilobits EEPROM's. Dat was dus echt geweldig voor ons, want dan kunnen we echt additionele en heel veel nieuwe functionaliteit implementeren in het ding. En die wilden we kunnen programmeren. Alleen, de leverancier van het ding zei van nee, die gaan we niet ondersteunen. Nou. Wij ontwikkelden hard en software, dus we konden gaan kijken naar hoe werkt die hardware nou eigenlijk. En zagen dat die uiteindelijk wel ondersteund werd, mits je maar, zeg maar een aantal pinnetjes op de juiste manier met elkaar kon verbinden. En dan moest de software moest ook aangepast worden. Maar ja, daar kreeg je niet de source code van. Dus die hebben we gereverse engineerd en daarna binair gepatcht. En het werkte. Een hele leuke hack. En toen kwam dit. Kent iemand dat nog? De Morris Internet Worm. Nou, als je iets meeneemt van vanavond, dit is volgens mij het gevaarlijkste virus wat we ooit hebben gehad. 10% van het hele internet op dat moment was plat. Echt helemaal plat. Ja? En waarom? Omdat iemand een foutje heeft gemaakt in een stukje programmacode. Het idee was om met die worm te bepalen hoe groot het internet op dat moment nou eigenlijk was. Nou, dat was iets van 6000 computers of zo. Alleen, ja, hij moest wel, zeg maar, detecteren of dat zijn programmaatje al aanwezig was op het systeem. Zodat hij het niet meerdere keren startte op dat systeem. Ja, en dat ging dus net mis. Waardoor het wel meerdere keren werd gestart op het systeem en uiteindelijk het internet echt plat ging.
Een echte DDoS, ja. Maar niet een DDoS van een systeem, maar een DDoS van het internet. Stel je dat nu eens voor. Ja, een DDoS waardoor het internet zegt van, ik hou er gewoon eventjes mee op. Wat zou de schade op dat moment zijn? En toen kwam ik in aanraking met dit. Een beetje een obscuur blaadje. Je kon het in beperkte oplagen kopen en het werd gedeeld en het werd gefotocopieerd, et cetera, et cetera. Dit is Hectic, opgericht in inderdaad 1989. En daarin kwam ik dus inderdaad ook in aanraking met freaking, met lockpicking, het openen van sloten door het gebruik van tools. En kreeg ik allerlei informatie over dat vreemde internet, waar ik nog steeds niet op kon. Ja, ik had er wel van gehoord, ik wist van de Murray's Worm, had ik verhalen gehoord. Ik wist dat je via e-mail met elkaar kon communiceren. Maar echt toegang tot dat internet, ja, dat had ik op dat moment nog niet. En als er geen videoopnamen waren gemaakt, had ik hier misschien nog iets meer verhalen over kunnen vertellen. Maar er worden videoopnamen gemaakt, dus ja, ik hou het daar eventjes bij. Ik zei net dat je nog een kwartje te veel had betaald. Ik heb een filmpje bij me van Bill SF. Dat is een van de mensen die onder andere betrokken was bij Hectic. En die laat in een filmpje zien. Er is een onderdeel trouwens van, hoe heet die film ook alweer? Unauthorized Access natuurlijk, van Analyzer Savage. Die laat in dat filmpje zien dat hij een kwartje erin gooit, daarna weliswaar met toontjes en niet met een fluitje, het een of ander doet. Op een centrale in, volgens mij, Maleisië. Daarna zichzelf doorverbindt naar Amerika. Vanuit Amerika diezelfde telefooncel gaat bellen. Daar ook uiteindelijk de telefoon over laat gaan. Daarna ophangt en het kwartje terugneemt. Dat is veel beter. Oké. En toen kwam dit. Wie kent deze? Ja? Ja, ik hoorde al iets. Sneakers, een verhaal over een aantal computer experts, een aantal security experts ook, waarvan de leider uiteindelijk wordt geblackmailed om een kastje terug te halen voor, en uiteindelijk geblackmailed door de overheid, om een kastje terug te halen waarmee alle crypto in feite ontcijferd kon worden. En uiteindelijk blijkt dat kastje in bezit te zijn van een van de medeoprichters van het bedrijfje die gestorven zou zijn in de gevangenis. Maar het idee van een dergelijke groep mensen bij elkaar, ja, dat is wel bij mij blijven hangen. Ja, een soort red teaming om security, om IT-beveiliging, maar dan in de meest brede zin van het woord, ook werkelijk te kunnen testen. Nou, nog iets uit mijn verleden. En in 1994 zei Rob Grondgrijp, het is genoeg geweest. Ik stop met Hectic. Maar ik doe nog één feestje. Dat was volgens mij in, niet de Melkweg, maar in dat andere Paradiso inderdaad, die andere poptempel. En tijdens zijn afscheidsspeech, waarin hij iedereen bedankte en zei, nou, heb een heel leuk feestje. En dat was inderdaad een heel leuk feestje. Een heel leuk feestje. Maar goed, tijdens die afscheidsspeech stond er iemand op in de zaal en zei van, nou, als jij niet verder gaat, dan doe ik het. Nou, die persoon heeft dat inderdaad ook gedaan. En die heeft Klaphek gepubliceerd. Nou, daar ben ik uiteindelijk ook bij betrokken geweest. We hebben in totaal 3 of 4 blaadjes uitgebracht. Lang niet zoveel als Hectic. Hebben daarnaast wel een aantal zaken ook nog op een website gepubliceerd. En hebben een hele hoop meetings gehad. Waardoor die hacker community, die er op dat moment toch echt wel was, ook regelmatig, maandelijks gewoon bij elkaar kwam in Utrecht. En dat zijn toch wel heel erg leuke dingen, waardoor je ook hele interessante informatie uitwisselt met elkaar. Eigenlijk hetzelfde als wat nu ook gebeurt binnen banken of tussen banken onderling.
en andere organisaties gebeurt natuurlijk op elk niveau. Zo ook in de hackerscene. Een van de zaken, volgens mij is KPN daar nog steeds een beetje boos over, is dat wij een aantal nummers hebben gepubliceerd die geheim zouden moeten zijn. Omdat het betaalnummers waren en op het moment dat je de andere nummers kende die eronder lagen, ja, dan kon je zo goed als gratis naar die 0900 nummers bellen. Toen kwam dit. Wie kent hem niet? Oh jee, dit is de moeilijkste van allemaal. Nee toch? Ja, dit is hackers. Een groep hackers die er uiteindelijk voor zorgt dat een evil hacker die een worm loslaat op het internet en met die worm een hele hoop geld probeert te stelen, die wordt tegengehouden door een groepje wat op school nog zit. Volgens mij is die film, als we het dan toch over mooie dames hebben, zo groot geworden door Lina Jolie daar een rol in speelde. Maar goed. En toen ging ik uiteindelijk voor deze club werken. En had ik eindelijk ook privé toegang tot een wat snelle modem. Als je op dit moment denkt van, ho, noem je dat snel? Ja, in die tijd was het snel. Ja? Dat is de snelheid die je in Frankrijk nog steeds hebt. Ja, waarschijnlijk wel, kan ik me voorstellen. Sequent Computer Systems maakte multiprocessor Unix systemen. En ik was daar onder andere, heb ik daar wat opleidingen gedaan en ondersteuning. En heb het zelfs tot marketing manager gemaakt voor de Benelux. En dat was geen goede keuze. Het leukste wat ik bij Sequent heb gedaan, ik zeg al, multiprocessor Unix systemen, is hacken. En een van de zaken die daar naar voren is gekomen, is dat je met behulp van het LPR-commando, wat lineprinter is, als je daar een buffer overflow in deed, kon je root worden. Ja, dus door middel van het printen van een documentje had je ineens rootrecht op die systeem. En niet alleen bij Sequent. Ja, diezelfde fout zat ook in verschillende andere BSD-georiënteerde besturingssystemen. Toen kregen we deze. Wie kent hem nog? Lang niet zo mooi als die Anna, hè? Nee, dit is Melissa. Melissa is uitgebracht in 1999. En die persoon, meneer David L. Smith, is daarvoor verantwoordelijk. Heeft hem uiteindelijk ook een gevangenisstraf opgeleverd. En 2 jaar daarna kwam Anna Kournikova pas. Ja. In feite is dit ook geen virus, hè? Althans, ik vind het geen virus. Dit is social engineering. En ik kom daar dadelijk nog wel eventjes op terug. Want dat is denk ik het grootste probleem wat we op dit moment nog steeds hebben, social engineering. Als je niet op het ding klikt, dan gebeurt er helemaal niks. Als je hem weggooit... Klakkeloos klikken, ja. Ik vind het een goeie, die houden we erin. Oké, tijdens, of eigenlijk al ruim daarvoor, maar ik heb hem in 1999-2000 gezet, omdat we toen te maken zouden krijgen met een vreselijke bug. De Y2K-bug. Daar zijn een hele hoop mensen toen de IT ingerold om dat probleem op te lossen. En ik zie een hele hoop toch wel kalende en grijze mannen hier. Ik zie er ook nog een paar bij die wat jonger zijn. Bekend of wat het Y2K-probleem was? Als ik ieder... Nee? Ah, gelukkig. Eén die eerlijk is. Je kunt het je eigenlijk niet meer voorstellen, maar vroeger was opslag was vreselijk duur. Dus elk bitje, elk byte wat je moest opslaan ergens, dat kostte vreselijk veel geld vergeleken met andere zaken. Dus wat deed men? Jaartallen werden opgeslagen niet als 1999, maar er werden alleen de 2 laatste cijfers van opgeslagen. Ja, en zolang je binnen dat millennium blijft, heb je geen probleem. Maar op het moment dat je omrolt van 1999 naar 2000... Ja, dan gaan een hele hoop programma's zouden heel vreemd kunnen gaan doen. Omdat ze op dat moment, als ze verschillen bijvoorbeeld, zouden moeten berekenen om de leeftijd te bepalen.
ze ineens werden geconfronteerd met negatieve getallen. Nou, dat is het probleem Y2K. En op die manier werd het onder andere in de kranten weergegeven. En even daarna werd er dit van verteld. En daar komt het uiteindelijk ook op neer. Ja, er zijn een aantal programma's omgevallen. Ja, er zijn wat probleempjes geweest. Maar de griepgolf die op dat moment ook speelde, had een veel grotere impact dan die hele Y2K. Nou, misschien kunnen we er iets van leren, wie weet. Nou, in 2000 ben ik ook met Madison Gurka gestart. En een van de eerste projecten die ik deed, was een onderzoek van een DGX-systeem. Ook een redelijk zware computer op dat moment. En ik dacht van, ik wil weten wat dat ding allemaal kan. Waarmee communiceert hij allemaal? Welke services biedt hij aan? Nou, de manier om dat te doen is door een portscan te doen. Ja, gewoon van 1, 2, 3, port 1, 2, 3, 4, 5 tot en met 65.000 blaad. TCP-poort en UDP-poort te scannen en te kijken van, krijg ik iets terug en wat krijg ik terug? Nou, dat ging eventjes goed en daarna kreeg ik niks meer terug. Nou, dat is vreemd. En even pingen om te zien of dat het systeem nog op was. Nou, ik kreeg eventjes helemaal niks terug. Op een gegeven moment kwam de ping weer terug van, hey, ik heb een live systeem aan de andere kant. Nou, goed, dan nog maar een keer die poortscanner tegenaan. En op een gegeven moment stopte die weer. En toen kreeg ik een telefoontje. Of ik daar toch alsjeblieft mee op wilde houden. Want voor de tweede keer hadden ze op dat moment een kernel panic gekregen. Een kernel panic betekent een extreme DOS, zeg maar. Ja, de kernel is het besturingssysteem en het besturingssysteem had gezegd van plok. Nou, door een poortscan. Puur en alleen een paar pakketjes naar de verschillende poorten gestuurd en het systeem vult op. Ook die heb ik gepubliceerd trouwens. Het bedrijfje draaide wat. En ook ik heb een dame in mijn presentatie verwerkt. Dit is Karen Spijnk. En Karen werd in 2005 gevraagd om een serie boekjes te schrijven voor Access for All. Om terug te kijken naar het begin van het internet. En een visie te geven, op basis van dat verleden te gaan kijken van oké, en waar gaat het nu in de toekomst naartoe? Nou, een van de zaken die Karen altijd belangrijk heeft gevonden. Ik heb hier geen water meer staan, hè? Damn. Ja, graag. Een van de zaken die Karen altijd belangrijk heeft gevonden is de medische wereld en hoe dat de medische wereld omgaat met patiëntgegevens, persoonsgegevens. En een van de eerste boekjes ging daar dus inderdaad ook over. En toen heeft ze een aantal mensen, waaronder mijzelf, benaderd van, zouden we 5, 6 ziekenhuizen kunnen hacken? Toen heb ik gezegd, Karen, dat vind ik prima. Alleen, hier heb ik een documentje, dat leggen wij onze klanten ook allemaal voor. Want we hebben op dit moment de wet computercriminaliteit. En op het moment dat ik ga hacken zonder dat dat documentje getekend is, dan heb ik een groot probleem. Nou, dat zag ze ook wel in. Dus dat documentje is een beetje aangepast natuurlijk. Want het was geen bedrijf en het was een onderzoek om uiteindelijk te komen tot een boek. Daar is ze mee naar de ziekenhuizen toe gegaan. En die zagen er totaal geen bezwaar tegen. Die vonden het allemaal prima. Die zagen het met vertrouwen tegemoet. Om het zomaar te zeggen. Dus minimaal 5 daarvan, ik geloof zelfs 6, hebben dat klakkeloos ondertekend. Teruggegeven aan Karen en gezegd van ga je gang. Nou, goed, zegt Karen. Hans, ken je nog mensen? Ja, ik ken wel mensen, ja. Dus een aantal mensen van Fox, een aantal mensen van ITSX en nog een paar bedrijven, dank je. Hebben toen de eerste avond bij Karen thuis en dat was echt hutje-mutje, gezeten om eens te kijken van, wat bieden die ziekenhuizen allemaal aan? Nou, die eerste avond gebeurde er nog niet zoveel. Maar we hadden een week of 2, 3. Uiteindelijk
hebben we 1,2 miljoen patiëntgegevens aan die ziekenhuizen kunnen ontfutselen. Enerzijds door weer een social engineering aanval. Twee personen die een ziekenhuis inlopen, daar een aantal witte jassen in hangen, die aandoen, verder lopen, een paar kamers open doen, daar een terminal zien staan of eigenlijk een pc zien staan die aanstaat, ingelogd en al, erachter gaan zitten en maar beginnen te kijken. Het enige probleem dat ze hadden is dat ze niet de gegevens direct op een floppy konden schrijven, maar je kon het wel printen naar een file. Ja. De andere fout was een SQL injection fout in een webinterface, waardoor we de andere achterhalen. Ja. Volgens mij waren de ziekenhuizen not really amused, maar wel dankbaar dat ze toch op deze fouten zijn gewezen. Helaas, moet ik zeggen, is er niet heel veel verbeterd binnen die omgeving. Het komt nog steeds voor dat dat soort instellingen redelijk lek zijn. Moet ik het hier nog over hebben? Stuxnet? Ik vind het wel een hele mooie. Ik denk dat het een van de belangrijkste is geweest die niet alleen de ogen van onze community heeft geopend, maar de ogen van de wereld heeft geopend. Ja, van hoe belangrijk is of zijn die IT-systemen nou eigenlijk en hoe kwetsbaar zijn we door al die informatie op te slaan en te verwerken met die IT-systemen. Ja, Stuxnet, op het moment dat ik hier naar buiten loop en een willekeurige persoon aanspreek en vraag van ken jij of heb je ooit gehoord van Stuxnet? Misschien dat ze niet volledig kunnen uitleggen wat het is, maar ze hebben er wel van gehoord. Ja, dus vandaar dat ik deze wel belangrijk vond. Trouwens al begonnen in 2009 en we hoorden er pas van in 2010, 2011. Hier nog zo'n leuke. Waar een klein land groot in kan zijn. Ja? Wat ging hier allemaal, wat ging er goed, zou ik eigenlijk willen vragen. Veel fouter dan dit heb ik ze niet kunnen vinden. Ja? Weten dat je security niet op orde is, maar het onder de pet houden. Eén keer zeggen van nee, het is allemaal niet waar. Twee keer zeggen van nee, het is allemaal niet waar. De derde keer ging niet meer. Uiteindelijk misbruikt om activisten. Ja? Ik kan daar wat aan toevoegen. In 1999 kwamen, ik werkte destijds bij IBM, kwamen enkele heren van de Koninklijke Notariële Broederschap bij ons met een ontwerp voor de Certification Authority. Wij hebben daarna gekeken en vervolgens gezegd, ik denk dat dit geen goed idee is om het op deze manier te doen. En de rest is historie. Oké. Okay. Uiteindelijk misbruikt om activisten te... veel minder nodig. Om activisten in onderdrukkende regimes te kunnen afluisteren. Zo erg kan een dergelijke fout dus zijn. En leren we ervan? Nou, niet zo heel veel. Kennen we deze? Wereldwijd gebruikt. En lek na lek na lek na lek komt er naar voren. Ik dacht, het is opgehouden in 2015. Nee, het gaat gewoon lekker door. Ja, dus let er ook goed op dat als je hiervan gebruik maakt, en echt als je een webserver hebt die gebruik maakt van TLS, ik hoop althans dat het TLS is en niet SSL, kijk een keer naar je configuratie en pas die een keertje aan, alsjeblieft. En deze vind ik heel leuk. Dit is een website waar allerlei informatie grafisch wordt weergegeven. En een van de zaken die ze daar weergeven is the world's biggest data breaches and hacks. Nou, dit is 2004, 2000 tot 2008. Valt het nog wel mee. En daarna begint de ellende. De grootte van de bol geeft trouwens het aantal records, het aantal gegevens, weer wat is gelekt. Ja, het merendeel, wat ik uit deze grafieken haal, het merendeel van die lekkage wordt veroorzaakt door hacks. Wat ik alleen niet kan achterhalen, en dat vind ik zo jammer, is of dat daadwerkelijk technische hacks zijn, of dat het in feite social engineering is, die uiteindelijk dit tot gevolg heeft gehad.
Nou, als je ziet, dit zijn de laatste geweest. En daarna is hij niet meer bijgewerkt, maar het geeft een heel leuk overzicht. Werd net al naar gerefereerd, de autoriteit. En dat er wel wat lekken waren gemeld. Nou, op dit moment, wat mij bekend was, of is dat er al minimaal 20 zijn doorgegeven. En vandaag las ik op nu.nl dat de politie een vuilniszak met vertrouwelijke gegevens, geen staatsgeheimen, alleen processen, verbalen en aangifteformulieren, meegaf aan een vrouw in plaats van haar persoonlijke bezittingen. Die waren namelijk wel vernietigd. Dus ik denk dat melding 21 is, maar... Oké, terug naar die historie. Wat hebben we gezien? Nou, die sophistication van de aanvallen, die wordt alleen maar groter. De kennis die je daarvoor nodig hebt, wordt in feite alleen maar kleiner. Ja, als je wat geld betaalt, kun je al een DDoS uitvoeren met ik weet niet wat voor botnet erachter. En de enige manier waarop je leert, is vanuit persoonlijke experience. Ja, wat je zelf mee hebt gemaakt, daar leer je van. Dat geldt voor heel veel mensen. En het merendeel van de mensen maakt dit niet dagelijks mee. Mijn persoonlijke gedachte, wij zijn nog steeds op zoek naar hackers. Wat ik mis tegenwoordig een beetje in die opleidingen, is dat ja, ze worden gedwongen in dat keurslijf. Ze moeten binnen een zeer beperkte tijd hun diploma halen. En kunnen daardoor wat minder, althans dat merk ik met ja, de sollicitatiegesprekken die ik voer, kunnen veel minder tijd besteden aan ja, dit soort ja, spielerijen, hobbyisten gebeuren, wat ik vroeger wel kon doen. Dat vind ik heel erg jammer. Ik zie ook, en dat geef je ook aan in de graphics, dat er steeds meer van dit soort data breaches komen. Wat ik ook zie is dat het merendeel van die zaken in elk geval geïnitieerd wordt door middel van een normale social engineering aanval. Ja, iemand krijgt een mailtje, het klinkt plausibel en klik. Ja, als ze nou die klik niet doen, dan hebben ze ook het probleem daarna niet. Maar probeer dat maar eens tussen die oren te krijgen, dat is gewoon heel erg lastig. De enige aanval die het internet, in elk geval tot op heden, op de knieën heeft gekregen is de Murrays Worm. En ik hoop niet dat dat ooit nog gebeurt. En de laatste, for the time being, the Chinese proverb, eigenlijk een curse, may you live in interesting times, is nog steeds waarheid. Ja. Van de andere kant ook wel weer leuk, want anders zaten we hier allemaal als werklozen. Daar wilde ik bij laten, dankjewel. Vraag. We hebben het jaar 2000 probleem gehad. Ja. We hebben het jaar 2000 probleem gehad. En in 2038 hebben we ook nog een keer zo'n moment. Unix time die over ons, ja. In de Britse machines. Heb je enig idee hoe we dat er vanaf gaan brengen? Een hele hoop machines zijn al gepatcht. Voor zover ik weet, een hele hoop besturingssystemen hebben de patch al. Dus ik denk niet dat we daar hetzelfde probleem krijgen als met Y2K. Oké, okay. Nou, ik ben benieuwd. Ik ook. Maar dat dachten we ook niet toen de tandems eraan kwamen. Dat ging ook. Denk je dat die machines er dan allemaal nog zijn, die nu operationeel zijn in 2038? Kijk maar eens. Ik dacht dat er ook geen mainframes meer waren, totdat ik er recentelijk nog één tegenkwam waar een aanzienlijke hoeveelheid kobol op stond. Een jaartje of 30 langer. Ja. Ja, absoluut. Andere vragen? Geen smeuïge anekdotes. Ook niet. Valt toch tegen.